Hallo, ik ben Jan-Willem van voorbeter.nl en in de volgende videoles kijken we naar het eindexamen 2011, tweede tijdvak, opgave 30. Dan is de vraag, maak in de figuur op de uitweekbijlage de schakeling van figuur 1 compleet, zodat aan deze eisen is voldaan. En de eisen moeten zijn, als de sensor bij A is afgedekt, maar de sensor bij B is niet afgedekt, dan moet de lamp stop branden. Als A is afgedekt en B is niet afgedekt. En eigenlijk kun je het aan de tekst al zien. Namelijk, het is namelijk als A is afgedekt en B is niet afgedekt. Dan moet hij branden. Nou, als B niet is afgedekt, komt er uit B een 1. Als A is afgedekt, komt er uit A een 0. En we hebben verder dat hier het woordje en zien staan. Dus we zetten daar een en-poort neer. Heel flauw, heel simpel. Want de en-poort zorgt ervoor dat de stop brandt. En als A is afgedekt. Dus als A, nou ja, om de en-poort te laten branden moeten we een 1 hebben. Dus deze 0 moet een 1 worden. Dat doen we met een inverter. Deze 1... moet een 1 zijn op de en-poort. Dus daar doen we niks mee. En sorry. En zo simpel zit eigenlijk het geheel in elkaar. Je kijkt naar de tekst. Er staat A en niet B. Dus je tekent een en-poort. Nou, A en niet B. Het vervelende is dat het afdekken eigenlijk het tegenovergestelde is. Dus eigenlijk had dit er moeten staan. Niet A en B. Maar daar kom je achter als je kijkt naar je sensor output. En dan kun je hem door alleen maar tekst verklaren in één keer tekenen. Denk er ook even aan examenopgave. Meestal teken je twee verwerkers met een paar verbindingen. Het is een rariteit als je drie verwerkers moet tekenen. En het komt eigenlijk niet voor als je, dat je vier verwerkers moet tekenen. Goed, ik ben Jan-Willem van voorbeter.nl. Ik hoop dat je het in deze uitleg hebt gehad. En kijk ook eens op www.voorbeter.nl voor meer informatie of over de hele index van alle videolessen die ik maak. Bedankt voor het kijken.